Die erfopvolging, daar zit ook een ander kantje aan. Namelijk dat zo'n koning krijgt dan 3 dochters. En die oudste dochter, die mag niet kiezen wat ze wil. Dat wordt helemaal voor haar bepaald. Ik vind dat ook vanuit mensenrechtenoogpunt eigenlijk een kwalijke zaak. Dat je zo vast gedetermineerd bent al vanaf heel jong af aan van wat jouw carrièrepad is. Tegelijkertijd, je zou kunnen zeggen dat Amalia wordt in december wordt ze 18. Krijgt dan meteen een zakgeld van 1,6 miljoen ja, per jaar. Ja. Als zij 18 is, kan ze toch zeggen, ja, het spijt me vreselijk. Ik heb het even bekeken. Het is niet democratisch. Ik doe het niet. Ja, ze kan zich daaraan onttrekken. En we juichen het heel erg toe als meisjes uit allerlei onderdrukkende culturen zich losrukken en boeken schrijven en zeggen, ik heb me losgerukt uit mijn achtergrond en ik heb mijn ouders getrotseerd. En ik zou het zeer toejuichen als dat ook in die kringen zou gebeuren. Als ze zouden zeggen, ik heb mijn ouders getrotseerd, ik wil gewoon ballerina worden of weet ik veel, ik wil bij de ABN AMRO gaan werken. Ja, dat zou allemaal eigenlijk moeten mogen, hè? Ja.